Goedemorgen allemaal. Vandaag gaan Zorachje en ik de Pepper Challenge doen. Ondertussen al 3 winkels gehad. Voor kleine kutpepers, man. Een paar peperkes. Nou, nog eentje, de toko, en dan houden we het voor gezien. A few moments later. Dat wil zeggen dat wij voor elke oefening die we gaan doen, volgens mij doen we er 8 vandaag, nemen wij eerst een rode peper in. Waarom doen wij dat? Dat doen wij omdat wij hebben gelezen dat je er meer energie door verbruikt en dus meer vet verbrandt. Wish us luck en we zien jullie in de sportschool. Dit wordt peper nummer 1. Net voor de warming-up. Voor de warming-up. Cheers. Hey, cheers. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh shit. Oh. Oh, echt heet. Ik flip uit de. Hier ga ik niet aan wennen in ieder geval. Oh fuck. Normaal, maat. Oh shit. Ah, dat is goed. Die eerste klapt er mee in. En voel je dat je al meer verbrandt? Ja, zeker. Ik zie het. Ik zie het ook aan je. Vandaag ga ik vanavond met compound oefeningen doen. Zorg ervoor dat de optimale verbranding ontstaat met de pepers. Dus ik neem nou nog eentje. De eerste oefening die ik ga doen is gewoon pull-ups. Het is nog een beetje te branden. Ik denk dat we moeten beginnen. Een beetje duidelijk omhoog. De capsule begint te werken. De korte ademrijd begint op te komen. En dat is goed, goede zaak. Helemaal mijn mond staat nog een tik. Oh shit. Snotte neus. Corona. Een half minuut geleden was hij nog vol. Blus water. Nummer 3. Hij begint al te wennen, hè? Zo inslag. We'll be right back.
een soort water genomen. Zorg ervoor dat mijn bek weer helemaal in de fik staat. Dat ik melk moet kopen, want meneertje Lucas die zei dat het niet hoefde. Okay. Luister niet meer naar die man. Lucas. Right. Deadliften. Kijken of we komen. Nadat ik dat eerste setje heb gedaan, krijg ik nou die high van die peper. Steeds een beetje duizelig. Zie je, capsaïcine. Begint te werken. Tapetje. Mijn ontbijt was alleen maar één banaan en zes van die rode rakkers. Nou jongens, de peper challenge zit erop.
Nou, ik heb hem niet afgemaakt zoals jullie hebben kunnen zien. Maar Zrachja wel. Hier even een korte review. Nou, Zrachja, hoe voelde jij je eigen tijdens deze challenge? Nou, helemaal bakken stond in de fik. Zeker niet aan te raden. Heb je het gevoel gehad dat jij meer hebt verbrand dan in een normale workout? Nou, ik had het wel sneller warm, zeg maar, dan normaal. Dan normaal wanneer ik ja, een warming-up zou doen of ja, een andere oefening. Dus als jullie nog een keer zo'n challenge zouden willen zien, like deze video, abonneer op het kanaal en we zien jullie volgende week.